Kijk hem gaan, die met jump level 36. Ah, paniek, paniek. Nee. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan lekker verder met onze Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. En ik zie de laatste tijd veel comments dat jullie heel graag Wimpod in het team willen hebben. Ik heb die natuurlijk gevangen en Wimpod is inderdaad best wel een goede Pokémon. Alleen, ik vind zijn ability een beetje irritant. Zijn ability is namelijk Emergency Exit. En als zijn HP dan onder de helft komt van zijn totale HP, dan vliegt hij eruit. Dan gaat een andere Pokémon in de battle. Ik vind Golisopod best wel nice. Hij is best wel sterk, hij is best wel goed, leuke types. Maar ik vind die ability een beetje onvoorspelbaar of zo. Ik hou niet zo van onvoorspelbare Pokémon. En Golisopod is wel een onvoorspelbare Pokémon. Ik zie trouwens dat ik nu een Rocky Helmet heb gekregen. En dat is best wel chill. Die ga ik aan Bot geven, want Bot is mijn tank Pokémon. Die kan heel veel klappen vangen en met Rocky Helmet krijgt de tegenstander damage als ze mij proberen te slaan. Dus die Rocky Helmet is heel erg handig voor zo'n soort Pokémon. In deze aflevering gaan we proberen om weer een badge te pakken en dat is de badge van Bee. En Bee heeft de Fighting Type Gym. Jullie weten dat vast nog wel van mijn allereerste playthrough in Pokémon Sword toen ik het gewoon nog normaal speelde, deze game. Zonder challenge erbij. Ja, toen heeft Bee mij echt het leven zuur gemaakt, jongen. Die was echt die was echt lekker bezig. Ja, Bee heeft dus Fighting-type Pokémon. En wij hebben eigenlijk Flying, Psychic of Fairy aanvallen nodig om super effective te zijn tegen haar. Nou heeft alleen Davy Jones een Psychic Attack, dus dit kan een goede Pokémon zijn. Maar voor de rest hebben we eigenlijk geen super effective moves tegen Bee. Dus onze Octillery, Davy Jones, ja, die mag het gewoon even gaan doen deze battle, jongens. Oké, laten we snel naar de gym gaan. Of wil Hop weer eerst tegen mij vechten? Wil jij weer een pakje slaag, Hoppie? Ja hoor, daar gaan we weer. Ja, hoe zal Hop zich nou voelen, jongen? Hij verliest elke keer maar. Is eigenlijk best wel zielig. Cramorant doet pluk. Ja, lekker bezig, Cramorant. Dat is trouwens ook wel echt een gouden Pokémon, jongen. Cramorant is echt wel hilarisch. Die vind ik echt wel grappig. Ik doe even Bullet Seed op hem. Dat gaat op zich nog wel lekker nu. We hebben hem 3 keer geraakt. Nou, hij gaat even Fury attacken. Arme Hop, jongen. Hij verliest zoveel battles in deze game. Ach, jongen toch. Het is wel een klein beetje sneuig inderdaad voor je, hoor, Hoppie. Oh, wauw. Ik heb hem nog niet verslagen. Davy Jones, wat ben je aan het doen? Wat doe je? Waarom raak je hem maar 2 keer? Nu kan Hoppie een super potion gebruiken. Kom op, Davy. Raak hem nu maar even 4 keer. Hoppakee. Dat is een critical hitje. Lekker. En doe maar nog 2 keer, joh. Minimaal. Pak hem. Pak hem. Defeat hem. Oké, we hebben hem. Nog een keer Bullet Seed. Ja, lekker, man. Dus Davy Jones is best wel een ideale Pokémon eigenlijk voor deze challenge, vind ik. Omdat Davy Jones een ijsaanval, een wateraanval, een grasaanval en een psychische aanval kan. Dus dat is echt super relaxed. Huh? Heb jij gewoon een Silly Cobra? Ik denk dat ik dan Water Pulse moet doen, toch, op Silly Cobra? Jazeker. Later. Hoppie wordt weer gesloopt, hoor. Oké, Toxel is de volgende. Toxel is zo schattig als die nog zo klein is, man. Come on, Smeagol, Mudshot. Hoppakee. Thor groeit naar level 29. En dan staat alleen Reboot mij nog in de weg. Die is al level 33. Dus hij is wel lekker aan het trainen. Hoppakee, double kick erbij. Bam, bam. Ja, Reptile heeft niet zo'n hele hoge defense volgens mij. Maar goed, als het goed is kunnen we hem makkelijk aan. Oh, Hoppie, ga je nou agility doen? Als allerlaatste move. Nu gooi je gewoon even zo de handdoek in de ringen. Later, Reboot. Muscle. Tot de volgende keer weer. Hoppa. Davy Jones gaat nog even naar level 31. Dat is chill voor de gym straks. En Hop is er weer door. En daar is Opal weer. Ja, ik ga jou ook nog wel verslaan, hoor, Opal. Dat komt helemaal goed. Maak je niet druk, jongen. Of mevrouw. Weet het nog steeds niet of Opal een man of een vrouw is. De vraag van vandaag is trouwens, welke Pokémon moet er nog in mijn team? Welke Pokémon ben ik nog niet tegengekomen en moet er nog wel in mijn team? Ik las bijvoorbeeld iemand in de comments zeggen dat Marini misschien wel een goede zou zijn. En dat zie ik op zich ook wel zitten. Ik denk dat dat wel een goede toevoeging is voor mijn team inderdaad. Welke water-Pokémon vind jij dat er nou echt niet mag ontbreken in mijn team? En dat moet natuurlijk dan wel een Pokémon zijn die ik ook daadwerkelijk kan krijgen in Pokémon Shield. Dus niet eentje die ik kan importeren vanuit een andere game, zoals bijvoorbeeld Squirtle. Alhoewel, Squirtle kon je eigenlijk ook al krijgen. Maar zoals Totodile bijvoorbeeld, dat kan niet. Niet via een manier alleen in Pokémon Sword en Shield. Oké, let's go! We gaan de gym in. Ja, en nogmaals. Ik heb gewoon nachtmerries aan de gym van Bee. Nachtmerries. Keiharde nachtmerries. Niet zozeer aan de gym, maar wel aan Bee zelf. Die maakt het mij altijd zo lastig. Oké.
Here's the battle. What up, Stoffel? Kom op, David Jones. Deze gym is van jou. Deze gym moet jij ownen, jongen. Oh nee, we pakken hem niet in één keer, helaas. Dat houdt in dat wij sowieso zelf ook een behoorlijke klap gaan krijgen. Come on, Saibu. En daar gaat hij. Oké, dat is één. GG, Reptile naar level 32. Bot naar level 31. Onze Gwagsire en Drizzle. Oh, dan nu beware. Oef. Krijgen we nog even de geüpgrade versie van Stuffel. Ik heb zo'n vermoeden dat hij mij gaat slopen, man. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat hij mij echt kapot gaat maken. Hier, Brutal Swing. Dit zijn flinke klappen, hoor, jongens. Oké, dat viel op zich nog mee. Maar ik denk niet dat ik de volgende klap ga overleven. Doe alsjeblieft iets anders. Nee, Strength gaat mij slopen. Strength gaat me nakken. David Jones is nog niet zo heel goed. Ik zei het je toch. Deze gym, jongen. Altijd deze gym met die fighting-type Pokémon. Ik ben hier nooit goed op voorbereid. Maar we hebben Beware in ieder geval wel down met Aquatail. Gelukkig. Nou, dit begint top, jongens. Ik heb nu al een revive nodig. En een super potion. Nee, ik ga gewoon normale potions geven trouwens. Dan nu. De volgende. Welke Pokémon zou zij bij haar hebben? Claire. Een Farfetch'd. Come on, Psybeam. Gaan we die Farfetch'd wel makkelijker kunnen pakken? Oké, twee klapjes in ieder geval. Farfetch'd doet keihard Rock Smash. En daarna gewoon even gelijk Detect. Tuurlijk, jongen. Alles om de battle langer te laten duren, toch Farfetch'd? Maar uiteindelijk ga je toch gewoon keihard down. Ba-ba Farfetch'd. Oké, nog even snel een potiontje smikkelen. Alsjeblieft, Davy Jones. Oké, de laatste horde, jongen. De laatste horde voordat we naar B mogen. Is een Hitmonlee. Hou vol, Psybeam. Hoppa. We hebben hem drie keer. We moeten hem gewoon drie keer raken. Oh, en hij doet revenge. Ja, kom maar even terug, Davy Jones. Anders gaat het niet werken. Ik ga even bot toch eruit sturen, hoor. Want dit is mijn tank. Kijk hoeveel pijn hij me doet, jongen. Maar goed, mijn Rocky Helmet die raakt hem wel hard. Ik ben gewoon sneller. Ben ik sneller dan een Hitmonlee? Ik kan hem me niet voorstellen, maar ik ben gewoon sneller dan Hitmonlee. Maar even voor de goede orde. Het lijkt alsof Gwagsire het beter doet in deze gym. Dan Davy Jones, als ik heel eerlijk ben. Davy Jones heeft toch behoorlijk wat moeite. En ik moet zeggen dat het Gwagsire op zich allemaal wel lekker afgaat. Hier, Mac Punch op mijn buckets. En die Rocky Helmet, die raakt hem lekker hard. Dan hoppakee, Aquatail eroverheen. Nice. Hier komt hij weer met zijn Mac Punch. Nou, dan krijgt hij weer lekker damage. Helemaal top. En dan is hij gewoon lekker down, die Hitmonchan. Van level 33. Ja, want die Pokémon zijn allemaal wel even een paar leveltjes hoger hier zo. Daar heb ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Maar dat is ook zo hoor. Davy Jones, Jennifer en Bot gaan alle drie een leveltje omhoog. Ik ben benieuwd of er nog iemand nieuwe moves gaat leren. Nee, helemaal niemand. Oké. Bedankt meneertje voor de XP. Dan gaan we nog even iedereen healen. Oké, we zijn weer full HP. Dan heb ik nog even een ether gegeven aan Davy Jones en Psybeam. Oh, en daar gaan we. Oh, B. Ik ga het me niet weer zo moeilijk maken, hè. Ik ga denk ik wel beginnen met Gwagsire, met Bot. Ik denk dat dat een goede keuze is. Om Davy Jones een beetje tot de laatste over te laten. Zodat we nog wat super effective moves kunnen gooien. Maar ik ben wel een beetje bang, hoor. Volgens mij zijn hun Pokémon echt ook allemaal best wel veel leveltjes hoger dan mijn Pokémon. Heb ik nog Rare Candies of zo? Ik heb één Rare Candy. Ja, die geef ik dan toch ook maar gewoon aan Bot. Hoppakee, level 33. Waarom train ik dan ook gewoon niet even van tevoren, hè? Even een paar leveltjes omhoog trainen, dan zou ik het mezelf veel makkelijker maken. Nou ja, dat doe ik dan weer niet. Oh, B, daar gaan we. Ik heb heel veel respect voor B. Nou, let's go! Ah! Doe alsjeblieft een klein beetje rustig aan met je vier Pokémon, B. B, begin met een Hitmontop. Oké, let's go. Aquatail. Oh, ik mis gewoon mijn eerste aanval al. Oh nee, dit begint echt top. Oh my gosh, dit begint Hitmontop. Aquatail. Ja, oké. Hitmontop doet gelijk weer revenge. Ja, oh my gosh, ik ben al bijna dood, joh. Het gaat nu al bijna mis. Dat wordt nu gewoon al een Hyper Potion gebruiken. Oh, wow. Oké, dan. Oh, waarom moet dit nou? Oké, helemaal top doet Quick Attack. Dat gaat me niet zo heel veel pijn doen. Daarmee raakt hij mij. En dan doe ik een Mud Shot om het mee af te... waarom mis ik? Ik mis elke aanval. Hij mist... Bot, waar ben je mee bezig? Je mist nu al twee aanvallen, vriend. Wat ben je nou aan het doen? Het gaat ook gelijk fout, hè? Het gaat gelijk fout. Thor gaat gelukkig naar level 30. Die wil Discharge leren. Ja, en dat is top, want dat is een stuk beter dan Spark. Nu, Pangoro. Oké, ja, dan ga ik even voor Gyarados. Een level 31 Gyarados tegen een level 34 Pangoro. Ik denk dat het slim is om even Rain Dance te doen. Dan worden in ieder geval alle wateraanvallen de komende 5 beurten sterker. Dus dan kan ik gewoon lekker wateraanvallen gaan doen. Pangoro doet Night Slash. Dat zal me ongetwijfeld pijn gaan doen, maar het valt mee. Oké, het valt mee. En dan kan ik nu lekker los met Waterfall. Ik ben sneller dan Pangoro, dus dat is super chill. Kijk, dit doet nu lekker veel damage. Dat is heel nice. Hij gaat weer Night Slashen.
Meer dan de helft van mijn HP is weg, maar oké, we gaan Pangoro gaan we pakken, jongens. Oké dan, nice. Oké, nu regent het dus nog 3 beurten. Pangoro is down, is Pokémon nummer 2. Smeagol gaat naar level 33 en Reptile gaat naar level 33. Helemaal goed. Tegen wie moeten we nu? Surfetch. Dan ga ik even schakelen nu naar Smeagol. Ik hoop dat Smeagol dit aan kan. Ik ben er een beetje bang voor, jongens. Maar we gaan gewoon Bubble Beam doen. Hij heeft natuurlijk een item waarmee zijn wateraanvallen al sterker worden. Plus het regent nu, dus wateraanvallen zijn op zich sterk. Surfetch gaat voor Revenge. Ja, dat is heel naar. Die revenge move is zo vervelend. Oké, nu is de beurt weer aan Jennifer, jongens. Nou hoop ik een beetje dat hij weer voor revenge gaat. Nee, hij gaat voor detect. Oh, dit is balen. Ik ga even voor de super potion aan Jennifer. Eens even kijken of dit werkt. Dan zit ik op 103 HP, dus mijn HP is weer vol. Hij gaat voor brutal swing. Oké, dat kan ik hebben. Dat is nice. Dat is helemaal top. Dan ga ik opnieuw Rain Dance doen. We laten het opnieuw regenen om de wateraanvallen sterker te laten zijn. En wat gaat Surfetch dan doen? Surfetch doet weer Brutal Swing. Dat is prima. Dat mag van mij. En dan doe ik Waterfall. Ah, gaat hij weer Detect doen. Wat een vervelende Pokémon. Want dat betekent dat ik hem weer niet raak. Nu dan wel. Nu raak ik hem wel met Waterfall. En ik denk dat het klaar is met Surfetch. Ja, het is helemaal klaar met Surfetch. Lekker dit. Oké. Oh, Jennifer mist net echt 2 XP om een level omhoog te gaan. Dat is balen. Oké, nu dan. Machamp. Ik gooi Bot er even uit. Ik denk namelijk dat B mij helemaal kapot wil slaan. Dus daarom heb ik die Rocky Helmet nu op Bot. En als Machamp mij dan inderdaad wil gaan slopen, dan krijgt hij in ieder geval zelf damage. Dus wat ik ga doen, ik ga nu in ieder geval een super potion geven aan Bot. Dan is hij weer full HP zo'n beetje. Op 2 HP na. En daar gaat hij. Dynamaxing, Gigantamaxing. Dit moet toch wel lukken. Hij is wel level 36, jongens. Dat is wel echt bikkel, level 36. Kijk hem gaan, die met Champ, level 36. Waah! Paniek, paniek. Nee. Oké, Max Strike inderdaad. Hij gaat er vol voor op Bot. Bot overleeft de eerste klap in ieder geval, dus dat is hartstikke nice. Oh, what? Omdat hij Gigantamax is, werkt Rocky Helmet niet of zo? Is dat het ding? Oké, dit zou een probleem kunnen worden, jongens. Dit zou echt een groot probleem zelfs kunnen worden. Deze misrekening. Are you kidding me? Dat wist ik niet, man. Ik denk dat ik in ieder geval moet gaan aanvallen nu. Ik ga nog niet Dynamaxen. Dat ga ik straks pas doen. Ik hoop dat ik sneller ben met Water Pulse. Ik ben in ieder geval sneller. Dus ik ga hem in ieder geval een klein beetje hitten. Oh, en hij is confused. Lekker. Machamp is confused. Ga alsjeblieft jezelf slaan. Mag het even meezitten? Mag het meezitten? Nee hoor. Nee, het mag niet meezitten. Want hij doet gewoon max darkness. En Reptile is gewoon bijna down. Oké, het Dynamax gebeuren is in ieder geval over. Dat is voorbij. Dat is helemaal top. Drizzle gewoon nog een keer Water Pulse op zijn bakkes. Pak hem gewoon. Oké, lekker. Hij is nog steeds confused. Gaat hij nu zichzelf slaan? Lekker. Nu gaat hij wel zichzelf slaan. Come on, Drizzle. Pak hem. Water Pulse. Sloop hem. Oké, hij is niet meer confused. Hij doet knock-off. Mijn Drizzle is down. No, no. Ga eens even kijken wie het snelste is van mijn overgebleven Pokémon. Optillery heeft 51 speed. Jennifer heeft 67 speed. En Thor heeft 56 speed. Dus we moeten voor Jennifer. Kom op, Gyarados. Pak hem. Maak een einde aan deze lastige battle met B. B doet altijd zo vervelend. Ja hoor. Jennifer doet waterfall. En Machamp is down. Lekker. Ah. Oké. We hebben B verslagen, jongens. Het is gelukt. Man, man, man. Yeah, lekker. Het is gewoon gelukt, jongens. In één keer. Woep, woep. Thank you for the battle, zegt B. Graag gedaan, B. En bedankt. Bedankt voor deze fighting badge. Hier is die. Ja, hoor. De 4e badge is ook in de pocket. Terwijl die met Champ gewoon level 36 was, hè. 36. Jongens, het is gelukt. We hebben B verslagen. Doe even een blauw duimpje omhoog voor dat. En vergeet sowieso niet te abonneren, man, als je nog niet geabonneerd bent. Wil je hem ook live zien gamen? Volg hem op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!